Ik denk dat voor ons heel belangrijk is en het verschil kan maken als wij die groep bij elkaar houden, goed kunnen wisselen. Ook rekenschap houden dat je nog steeds mensen met corona zou kunnen krijgen, niet te hopen. En ze doen het nog steeds uitstekend. Dus wat dat betreft is dat ook een hele belangrijke taak, denk ik, om fit te zijn en fris te blijven. Henk, ik zag je zeker wel 10 minuten lang met Adil Awassar praten. Dan ben ik gewoon oprecht benieuwd. Waar gaat het dan over zo lang? Ik ga zeggen, heb ik dat wel vaker, dat ik met Brian, met Adil, in eerste instantie omdat dat de aanvoerders zijn, praten we over de afgelopen periode, afgelopen week, maar soms ook de aanloop naar een wedstrijd. Dus eigenlijk vaak gewoon algemene zaken die de afgelopen week gebeurd zijn of wat van ons verwacht mag worden. Nou ja, tegen PSV, toen was een staaltje omdenken wat jij deed. Heel veel mensen die dachten van, nou, een beetje arrogant wat PSV deed, maar jij zei nee. Ze hebben juist, het is een compliment, want ze hebben juist 8 fitte spelers nodig voor ons. Zo kan je het ook benaderen natuurlijk. Ja, ik weet niet wat zijn gedachte was hoor, maar nogmaals, je kan altijd 2 kanten op. En ik ben denk ik van origine niet super negatief hoe mensen over ons denken op dit moment. Dus je kan er 2 kanten mee op, maar nogmaals, hij had ook niet hoeven te benoemen dat wij het uitstekend gedaan hebben tegen AZ Feyenoord. Of de wedstrijden die hij benoemde. Ja. Het is een luxe positie, hè? Als je 8 keer kan wisselen en het elftal wordt wel ietsje minder. Maar... Nee, maar kijk, ik heb een hele tijd geleden al aangegeven dat er zullen mensen zijn die zeggen van Sparta kan niet eens winnen van een B-team van PSV. Dat is niet zo. Kijk, Ajax, PSV, die hebben selecties. Je kan moeilijk zeggen dat Baumgartel, Viergever, nogmaals dat soort niveau spelers, die kan je niet betitelen als B-spelers. Dus... Kijk, het blijft frustrerend, hè, want ze hebben, dat je hem niet een puntje kan pakken zelfs. Maar we hebben gewoon tegen PSV gespeeld. En het verschil helaas, vind ik, dit seizoen, en ik hoop dat ik aan het eind van het seizoen ongelijk heb, maar ik denk dat het verschil tussen het rechterrijtje en het linkerrijtje gewoon echt wel behoorlijk is. Dat zie je nu al, hè. Ik zag een statistiekje voorbij komen met het aantal punten wat gehaald is en dan daar de ranglijst opgemaakt. Ja, er zijn heel veel ploegen, inderdaad, zeg maar een beetje onderin rechterrijtje. Ja, inderdaad, Ajax-PSV. Ja, maar daarom zal het ook heel belangrijk voor ons zijn om juist in die onderlinge wedstrijden onze max te bereiken. Want die zal je echt een zo goed mogelijk resultaat moeten halen. En dan, ook dat is niet vanzelfsprekend, want we zullen best wel een keer op ons bek gaan. Ook tegen... Ja, Zwolle uit ben je op je bek gegaan. Ja, precies. Nou, daar is dan zijn nog verzachtende omstandigheden. Hè? Het verloop. Uit. Ja, was voor ons een beetje ongelukkig. Maar dat zijn wel de wedstrijden, maar dat vinden zij ook. En daarom zeg ik... Het zal niet vanzelfsprekend zijn dat je die ook maar even wint. Heb je dan na afloop eigenlijk nog Gajous die debuteert, hè? Ongelukkige debuut, die veroorzaakt die strafschop. Ben je dan zo'n trainer die dan nog even met hem gaat zitten apart? Van je schouder om hem heen, je kop op? Nee. Niet echt? Nee, ik ben niet overdreven. Als echt iemand in zak en as zit, dan zal ik dat wel doen. Maar ik vind ook, ik nam hem niks kwalijk. Hè? Ik heb daar niks over gezegd, omdat het was gewoon ongelukkig. Voor hetzelfde geld had hij een assist op Gravenberg. Hè, dat we op het einde nog een puntje pakken. Dus het moet wel echt iets heel extreems zijn. Wil ik daar beide kanten op, zeg maar, op reageren. Of kwaad, of zeg maar, troostende woorden. Het zijn profs en dit zijn zaken die nou eenmaal kunnen gebeuren. Het is denk ik wel heel erg belangrijk. Hè. Natuurlijk is het altijd belangrijk om fit te zijn. Nu zeker. Ja. Jullie zijn ook fit, hè? Ja. Doe je extra dingen ervoor eigenlijk? Of? Nou ja, kijk, we hebben een bepaalde keuze gemaakt, ook in de coronaperiode, waarbij we trainden. We hebben niet, zeg maar, 5 weken vrij gehad of 4 weken vrij gehad. We hebben echt, zeg maar, getraind, 7 dagen vrij, 10 dagen trainen en proberen een bepaalde fitheid te behouden. Ja, op het eind van het seizoen, de insteek is dat we op het eind van het seizoen nog steeds, zeg maar, fit zijn en fit blijven en niet van heel ver... Moet het terugkomen zodat je weer de pijntjes hebt die horen bij een voorbereiding. Die hebben we nu niet gehad. Maar we hebben ook ons deel gehad, hè, met hier en daar wat blessuretjes. Alleen, ja, ik denk dat voor ons heel belangrijk is en het verschil kan maken. Als wij die groep bij elkaar houden, goed kunnen wisselen. Ook rekenschap houden dat je nog steeds mensen met corona zou kunnen krijgen. Niet te hopen. En ze doen het nog steeds uitstekend. Dus wat dat betreft... Is dat ook een hele belangrijke taak, denk ik, om fit te zijn en fris te blijven. Heb jij zelf eigenlijk zo'n schema bepaald? Of laat je dan adviseren door mensen die er misschien iets meer verstand van hebben? Uiteraard, ik heb heel veel mensen om me heen die
in specifieke zaken net iets beter zijn. En uiteindelijk moet ik de beslissing nemen. Dus daar praten we heel veel over. Ondertussen heb ik ook wel voldoende ervaring qua voorbereiding enzovoort enzovoort. Om daar een beetje wel mee te praten. Maar ik ga niet ontkennen dat de specialisten om me heen, daar maak ik wel absoluut gebruik van. Ja. Is heel anders dan vroeger. Hè? Ik denk dat toen jij begon als hoofdtrainer, was de staf om jou heen veel kleiner, denk ik. Ik moet zeggen, bij ADO hadden we eigenlijk al die luxe hoor van een fysiek trainer. Nou, dat is een jaartje of 10 geleden, denk ik. Zoiets zal het zijn. Ja. 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 Dus toen was het er eigenlijk ook al, misschien wel in de beginfase, maar wij hadden dat wat bij ADO betreft ook al wel goed voor elkaar. En we zijn hier ook om een stukje te maken met de keeper, Madouke Okoye. Ja. Weet jij eigenlijk wie de laatste keeper was van Sparta die een transfer maakte naar een betere club? Poeh. Jij hebt met hem gespeeld. De goeie? Ja. Ja. Zie jij in Madouke Okoye ook een jongen die mogelijk een stap zou kunnen maken, een stapje hoger dan Sparta? Ja, kijk, ik heb wel natuurlijk, en hij ook, een bepaalde gewenningsperiode nodig gehad om elkaar beter te leren kennen. Maar ook niet alleen kwalitatief gezien, maar ook met name hoe ben je in de omgang, hoe train je, hoe is je omgeving. En kijk, de groei, dat is wel vergelijkbaar. Beide jonge leeftijd al behoorlijk veel talent, maar ook... Maar ook het juiste karakter om je verder te ontwikkelen. En ik moet zeggen, weliswaar door omstandigheden. Benji had een moeilijke periode. Was wel aan het terugknokken. Alleen, ik maakte op dat moment de keuze door een aantal factoren. En dat heeft hij uitstekend opgepakt. Maar ik denk dat hij ook zo goed is. Omdat Benji ook nu aan de bak is gegaan. En aan het terugknokken is. Dus ik heb wat dat betreft twee eerste elftal keepers. Ja. En daarachter zit Fabri. Die het ook uitstekend doet. Dus wat dat betreft is de druk ook bij hun gewoon heel erg aanwezig. Dus hij voelt wel dat hij moet. Ja. Ja, maar zijn plafond ligt normaal gesproken natuurlijk ook een stukje hoger. Denk ik dan dat van Benjamin van Leer. En dat is niks ten nadele van hem. Hè? Nou ja, dat hij nog jong is. Wat hij ook nu laat zien. Ik vind hem echt heel erg goed. Ja, wij zijn ook wel onder de indruk, ja, tuurlijk. Aan de andere kant, Benji heeft ook natuurlijk al een bepaald niveau bereikt. En ook niet bij de minste clubs gezeten. Maar waarom vind jij Okoye zo goed? Hij heeft een aantal dingen. Het heeft ook altijd te maken met een bepaalde persoonlijke voorkeur die je hebt voor spelers. Mm-hmm. Als ik kijk naar zijn fysieke kwaliteit, goede lengte, goed lichaam, atletisch... Kijk, ik hou van keepers die dynamisch en atletisch zijn. En dat voordeel heeft hij. Maar goed, uiteindelijk gaat het om ballen tegenhouden. Hè? Maar dat doet hij ook meer dan behoorlijk. Dus wat dat betreft, nogmaals, heeft hij het uitstekend opgepakt. Ben je deze week tenslotte nog vaker gebeld sinds advocaat heeft gezegd dat hij stopt bij Feyenoord? Nee. Want ik heb zelfs begrepen dat Henk van Steen zit na te denken om mij 10 jaar vast te leggen bij Sparta. Dus ja, wie weet. Ja. Ja, dat lijkt me goed. Ja. Sta je er zelf ook positief in? Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, maar word je daar moe van die link? Nee, valt mee. Ik heb niet echt... Tuurlijk, er zijn mensen die indirect je daar op attenderen. Ja. Maar ik moet zeggen, nee, het valt hartstikke mee. Men weet ook dat ik het uitstekend naar mijn zin heb bij Sparta, ja. Dus wellicht. Ik hoorde dat je niet op het lijstje ook staat daar bij Feyenoord. Heb je dat ook begrepen? Of, weet ik niet. Nee, maar nee. Dat sta ik al jaren niet. Dus het zou misschien wel verrassend zijn dat het nu wel was. Nee, joh, ik weet niet. Ik heb het naar mijn zin. Weet je, tuurlijk heb ik ambities. En ik doe mijn stinkende best. En ik denk dat niemand me kwalijk kan nemen dat ik ambities heb. Maar ik denk dat iedereen ook hier binnen de club met name weet hoe... gretig ik ben om hier te presteren en weer een jaar Eredivisie behoud voor elkaar te krijgen.